Eerlijkheid en kwaliteit worden steeds zeldzamer. Afgeleid van het Latijnse woord honest, is een eerlijk persoon iemand die rechtschapen is. Iemand die zaken niet opzettelijk weglaat en niet lukraak verspreidt. Maar weet u wat het grote probleem is dat we vandaag meemaken? Het is dat we de waarden omkeren. De eerlijke wordt verwaard met de dwaas, terwijl de bedrieger wordt beschouwd als de slimme. Voor velen geldt eerlijkheid niet meer. In de Bijbel vinden we een interessant verhaal over eerlijkheid. In het boek Lucas, hoofdstuk 16, sprak Jezus over een oneerlijke renmeester die voor een zeer rijke man werkte. Hij werd echter ontdekt in een poging van misbruik van de middelen van zijn meester. De Heer die hem riep, besloot hem te ontslaan. Maar oneerlijkheid is een vriend van leugens. En de ontrouwe dienaar bedacht een strategie om eruit te komen. Hij riep de klanten die zijn baas gelden verschuldigd waren en verminderde de schuld van iedereen. Dus de schuldenaren deden alsof ze betaalden en de meester dacht dat hij had ontvangen. Vreemd genoeg won de corrupte administrateur aan het eind van het verhaal veel lof over hoe hij de financiën beheerde. Zie je, dit verhaal laat zien dat de oneerlijken vaak lijken te gedijen. Maar besef dat Jezus het ware verhaal kende. Hij kende de redenen achter de handelingen. In vers 10 adviseert Jezus over eerlijkheid, zelfs in de kleine details van het leven. Hij zei, wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Dus wees eerlijk, zelfs in de kleine details, zelfs als niemand kijkt.